Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 133 en daarvan de versen 1 en 3. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen. En het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Psalm 133, vers 1 en 3. Stellen ons gemeente in de eerste plaats voor de heilige wet Gods. En daarna zingen wij uit Psalm 119, het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Psalm 119, vers 13. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten,
en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezing voor deze morgengemeente vindt in het boek der Handelingen, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. Ik noem u dus uit het boek der Handelingen hoofdstuk 1 en daarvan de versen 1 tot en met 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren tot op de dag in welke hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven, aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden
niet lang na deze dagen. Zij dan die saamgekomen waren, vraagden hem: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons bidden. Genadig en ontfermend God, wat maakt gij buiten rijk, schoon, pril, ontroerend, en wat zijt gij bezig, terwijl wij aan het werk zijn, of terwijl bij onze ogen vanuit de kantoren of studiecentra, scholen, laten gaan over de weiden en de velden, en wat zijt gij bezig om ons onderwijs te geven, zodat gij alle schepselen, groot en klein, als even zoveel letters schrijft in dat wondere boek der schepping. Wij danken u van heel haar harte, dat gij de aarde verkwikt met de regen en weer bestraalt met de zon, en dat gij alles op zijn tijd geeft. Zeker niet naar onze verdiensten, maar naar uw goddelijk welbehagen. In die wonderbaarlijke tempering van uw toren die gij inhoudt, waardoor gij een schuddak trekt over deze wereld, zodat ze nog niet in puin ineenvalt, maar waarin het leven geleefd mag worden, elke dag opnieuw, waarin zonderheid uw woord mag worden gehoord. En daartoe zijn wij op deze weeszondag liggen tussen de hemelvaartsdag en Pinksteren bijeen, opdat wij als gemeente niet het woord van mensen, maar het woord van u zouden horen, wat gij tot ons te zeggen hebt, wanneer gij ons haalt bij het ontstaan en de wording van de eerste christelijke gemeente. En wij danken u, Heere, dat gij tot op de dag van vandaag doorgaat met uw gemeente te verzamelen door uw woord en geest uitverkoren tot het eeuwige leven. En dat het daartoe u belieft, behaagt, de prediking van het evangelie te gebruiken. En wil gij ons vanmorgen in die wondere verrassing stellen, dat hoewel onze lippen niet deugen omdat wij onrein zijn van top tot teen, maar geheiligd en gereinigd door een kool van uw altaar, wil ons het voorrecht geven dat wij uw mond zijn bij dit volk. En dat zodra wij onze mond openen om uw woord puur te vertolken,
uw eigen stem tot ons komt en het eigen bloed van Christus op de gemeente gaat drukken. In haar wonden en in haar zonden, in haar verlegenheid en in haar verslagenheid, in haar verharding en in haar versterving. Gij kent de verscheidene situaties, want Heere, gij kent ons allen, zoals wij onszelf nooit en te nimmer kennen dan voor uw aangezicht. En daarom bidden wij van u dat wij niet naar onze voorkeuren in het luisteren of in het spreken te werk gaan, maar dat we niet anders begeren te zijn dan een instrument, waardoor de Heilige Geest het liefdeslied van u tokkelt voor de gemeente. En waardoor wij in het woord des Heeren zijn als een zwaard dat uitgaat tot verdeling van de ziel en van het merg. Omdat uw woord is een oordeler der gedachten en de diepste overleggingen van ons hart. Geef dat vanmorgen de zaak mag openkomen naar u toe, naar elkander toe en naar de wereld toe. En dat gij daartoe ons die onmisbare werking van uw Heilige Geest wilt schenken, die indachtig maakt, die de juiste verbanden stelt, die ons hart doet gloeien in de liefde, in de boetvaardigheid, in de verootmoediging. En die ons ook vaardig maakt om de weg te gaan die gij ons wijst. En wil gij daartoe hier al de stoorzenders van de Satan het zwijgen opleggen in ons en buiten ons, zodat we wezenlijk in staat worden gesteld te horen naar wat gij te zeggen hebt. Erbarm u in de dienst van het evangelie over allen die gij vergadert in de gemeente hier en waar ook maar ook over allen die daarvan vervreemd zijn, die het van huis uit nog zo ongeveer weten, en maar die de band aan uw woord zijn kwijtgeraakt. Dragen ze aan u op in onze gemeente en daarbuiten, met al het werk dat daaronder geschiet. Niet in het minst dragen we op uw volk Israël, in zware nood, voor zover het verzameld is in Palestina, in nog veel groter nood, zolang het niet gekomen is tot vorst Messias om zich daarvoor te buigen. En mocht het u behagen dit volk te brengen tot haar Messias, omdat de zaligheid uit haar is. En wil gij zijn met de dienst der zending, wereldomspannende werk. Wil gij al die mannen en vrouwen sterken die zijn uitgezonden, ze bekwamen, zodat wij gemeenschap hebben, niet alleen met hen die zijn uitgegaan, maar ook met de kerken die uit de dienst der verzoening zijn ontstaan. En dat wij over al de scheidsmuren die gij hebt weggebroken van rijk en arm, van blank en bruin en zwart, die waarachtige eenheid des geloofs in Christus Jezus mogen ervaren en daartoe ons mogen voorbereiden op het Pinksterfeest, in onze gebeden en de gaven die volgende week zullen worden gevraagd. Heere, gedenk ons naar uw vrijmachtig welbehagen in somberheid de zieken, gij weet de ernstige zieken. Gij kent de mensen die sterven gaan, dat zijn we in zekere zin al. Maar gij weet wie er dagen geteld zijn binnen korte tijd. Wil gij daar dat vertrouwen, die overgave, die onderwerping, en dat geloof, die hoop en die liefde, waar het is aanwakkeren en waar het niet is werken, want gij zijt de machtige. En geef ons in alle dingen ons te onderwerpen aan u, maar ook Heere te weten dat gij een God zijt die het altijd goed doet, als ploegt gij door vlees en bloed heen. Wil onze zieken en ingezonkenen herstellen. En wil gij ze geven de kracht van uw Heilige Geest en uw erbarmen
over de noden van de bejaarden, maar niet minder ook voor onze kinderen, van de jonge mensen, wil gij ze ieder nabij zijn en onze gebeden genadig horen en verhoren. In de naam van de Heer Jezus Christus, uw enige geboren Zoon. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen met elkaar overdenken wat gij vindt in Handelingen 1, vers 13 en 14. Die twee versen lezen wij nogmaals. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover. Gemeente, we gaan nu samen zingen uit Psalm 134. Die drie versen zingen wij alle. Psalm 134, vers 1, 2 en 3. Er wordt intussen een collecte gehouden voor de diaconie, die we hartelijk bij u aanbevelen. U wordt bekendgemaakt dat vanavond de dienst niet om 6:30 is. Dus daar wilt u wel aan denken. Maar om 7:00 hier in de Morgenster. Dus niet om 6:30, maar om 7:00. En ik wil u herinneren aan de collectebussen, aan de bussen voor de zending aan de uitgang. Wij zingen Psalm 134.
deze zondaggemeente ingeklemd tussen Hemelvaart en Pinksteren, staat in het kerkelijk jaar bekend als de zogenaamde Weeszondag. En in dat woord wees wil de kerk uitdrukken dat de discipelen en in zekere zin de hele kerk verweest zijn achtergebleven toen de Heer Jezus voor de ogen van zijn jongeren van hem werd weggenomen en naar zijn vader ging. En nog niet in vervulling was gegaan de belofte van de Heer Jezus Christus, ik kom weder, ik kom in de geest. Toch is het ook weer niet zo, gemeente, dat zij, hoe ontroerd zij ook waren, toen Jezus van hen werd weggenomen, ze alleen maar klaagden. Ach, dat is een wisseling van gevoelens. Ze waren in de eerste plaats hartelijk verblijd dat hun veel gesmade en gekruisigde leermeester van de doden opgestaan nu weer naar zijn vader was en dat hij alle smaad en strijd en hoon te boven was. En in de tweede plaats klonk de belofte van de Heer Jezus Christus nog in hun oren: zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat wil zeggen, gemeenten, hoewel verweest naar de lichamelijke gestalte van Christus, waren ze ook in die dagen niet alleen. Hoe pijnlijk en schrijnend het gemis ook was, waarover straks. Gemeente, zo is dat een kostelijke belofte die wij pas hebben overdacht. Zie, ik ben met u, al de dagen, ook deze dagen. Nu willen wij vanmorgen letten in de eerste plaats op de plaats waar deze mensen vergaderden. Dat was een zaal waar zij gewoon waren bijeen te komen. De Heer Jezus had hen gezegd: maar blijf gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte, verwachtende de belofte van de Vader die gij van mij gehoord hebt. Dat was een programma. Ze mochten dus de stad niet uit. Ze moesten in Jeruzalem blijven en ook bij elkaar blijven, want dat woord gij staat heel duidelijk in het meervoud. En dat deden ze in kinderlijke gehoorzaamheid, omdat het de aard van het geloof niet is om met zwieren bevelen en opdrachten te twisten, maar de aard van het geloof is die opdrachten te gehoorzamen. Dat is een hele les, gemeente. Want daarin ligt ook de zegen wanneer wij ons houden aan de instellingen, de inzettingen, de rechten, de geboden, de beloften Gods. In die vergaderzaal zijn ze dus bij elkaar. Waar die precies ligt, weten wij niet. Er zijn allerlei suggesties, maar niemand kan het bewijzen. Dan is het ook niet de moeite waard om erop in te gaan. Vast staat dat de discipelen eigenlijk in een min of meer tweeslachtige positie zijn komen te verkeren. Want aan de ene kant hebben zij een eigen vergadering, weliswaar in het volk van Israël, maar toch ook op een zekere afstand, en tegelijkertijd staan ze met het geheel van het volk, en wat meer is, met Israëls God in contact via hun opgang, letterlijk opgang naar de tempel. Dat wil zeggen, zij schrijven de tempel niet af en Jeruzalem niet af, zolang de Heer Jezus Christus ze niet heeft afgeschreven. Ook een les. Maar tegelijkertijd hebben zij een betrekkelijke zelfstandigheid in de samenkomsten waar zij bijeen zijn. En zij verwachten de definitieve losmaking wanneer God en stad en tempel in elkander werkt. Gemeente, in die opperzaal is het stil. En een mens heeft bij alle drukte en bedrijvigheid stilte nodig. Ook de stilte van de zondag, kostelijk goed, waar we niet zuinig genoeg op kunnen zijn.
Niet in een lijst van ge- en verboden, maar in de vraag wat brengt mij het dicht bij God. Dan vallen heel wat andere vraagstellingen weg. Dan zeggen wij in onze gezinnen, wij willen in de zondag de rust, niet onderrust, maar opdat wij door die rust mochten komen tot de heiliging, tot de afzondering van die dag en van ons huis en van ons gezin tot de dienst des Heer. Gemeente, de plaats waar wij vergaderen is ondergeschikt. Wel bepaalde plaatsen allerlei historische herinneringen te binnenbrengen, ontleent de gemeente haar waardigheid naar het woord Gods in haar samenkomsten naar de mensen die er zijn en niet naar de plaats waar. Die is betrekkelijk bijkomstig. Zo zien wij de kerk in een overgangsstadium van het Oude naar het Nieuwe Testament. Tweede wat ons opvalt is dat de discipelen worden genoemd met naam en toenaam. Dat gebeurt 3 maal, daar moet u op letten. Er staat geen woord te veel in de Bijbel. In de eerste plaats worden ze genoemd bij de roeping tot apostel. In de tweede plaats bij hun eerste uitzending. En in de derde plaats bij de uitrusting voor hun taak onder de volkeren. Dat is gemeente over de plaats waar. En nu gaan we vragen, wie vergadert eigenlijk? Is dat een zo gesloten verbond van mensen die zeggen, nou we zijn het erover eens en daarom komen wij samen? Gemeente, dat is een niet te verwaarlozen factor, maar degene die vergadert is Christus zelf. Is God zelf. Hij vergadert de gemeente. En het is de eer van de opgestane Christus dat zijn schapen die her en der verstrooid waren, die aan alle kanten waren weggevlucht en weggedoken, weer bij elkander zijn gebracht en onder de beademing van woord en geest zijn gekomen. Daar is niets, helemaal geen eer bij voor wie dan ook, maar dat is de eer voor de verhoogde Christus. Schapen zijn bewaard. Christus gebed is verhoord. En dat niet alleen daar. Want gemeente, wanneer je de kerkgeschiedenis leest en eventueel bestudeert, dan zegt ge verbazend wat een wonder dat er nog een gemeente is. Want wat heeft het er meermalen op het randje ervoor gesteld? Wat is de kerk door ontzaglijke diepten heen gegaan? Wat is er door verwijdingen en uitbreidingen, maar ook door versmallingen en ontkerstelingen heen gegaan? En wat er ook gekomen is en wat er ook verdwenen is, gemeente, die gemeente is er gebleven. En dat waarachtig niet. Omdat mensen dat allemaal zo mooi hebben gedaan, integendeel. Maar omdat Christus zijn gemeente vergadert door zijn woord en door zijn geest. En ook deze samenkomst van vanmorgen, die God alleen kent en registreert in de diepste zin van het woord, wie wezenlijk de Heere vrezen en wie niet, ook deze gemeente is een wonder, is een teken van Gods trouw, van Gods ontferming, van Christus' saambindende werking onder woord en geest. Er is helemaal niets van bij voor ons van bij dan onze zonde en onze tekort. Maar het is wel zo dat hij die gemeente vergadert, niet alleen door zijn woord, maar ook naar zijn woord. Dat wil zeggen, in die gemeente heeft alles toe te gaan naar het woord Gods. En die gemeente is volstrekt afhankelijk van de Heilige Geest. Gemeente, wat is dat een boom, dat eigenwijze, verdorven mensen, die allemaal op hun stuk staan, en die allemaal zo hun eigen gebruiksaanwijzing hebben, als het erop aankomt, helemaal niets te zeggen hebben, maar dat we één meester, één heren, één zaligmaker, één hoofd van de kerk hebben.
In de derde plaats, gemeente, willen wij zien wie er vergaderd worden. Ze worden genoemd, dat zagen we al. Met de eerste apostelenlijsten, het is toch altijd verrijkend om de schrift met schrift te vergelijken. Bij de eerste apostelenlijsten staat Petrus en zijn broer Andreas altijd palstijf naast elkaar. En Jacobus en Johannes, de zonen des donders, altijd stijf tegen elkaar. Maar ga nu eens kijken. Hier staat Petrus naast Jacobus. Hier staat Johannes naast Andreas. Dat wil zeggen, de banden van het bloed zijn niet meer beslissend. Maar de banden door de Heilige Geest gewekt en gewerkt. We gaan in volgevlucht de lijst maken. Petrus voorop. Zijn wonder van Gods ontferm. Hier fonkelt alles van Gods barmhartigheid. Dat hij, aangezien de gemeente vakant is, want Christus is heen gegaan, dat hij consulent mag zijn van de gemeente. Dat hij niet meer is dan een van onder de broeders, maar dat hij wel vooraan gaat. Petrus. En daarnaast wordt ons genoemd Johannes. Wordt ons genoemd Jacobus. De eerste bloedgetuige die het geloof in Christus zou bekopen met zijn hoofd. Straks in de handelingen slaat Herodes zijn hoofd eraf. En dan als derde treedt voor ons op Johannes, de discipel die Jezus lief had, de evangelist, de schrijver van de brieven, de stille, fijnzinnige figuur. De vierde plaats zien wij voor ons Andreas, een bescheiden man, die de kostelijke gave had dat hij zijn broeder naar Jezus leidde. Kom er eens op. Mensen die geestelijk één ding begeren, andere mensen tot Jezus te leiden. Niet alleen in kerkelijke of traditionele sporen, of in onkerkelijke en ontraditionele sporen, nee. En mensen wier harten branden van liefde om anderen naar Jezus te leiden. Wel, zo een was Andreas. En Filippus volgt daar als vijfde, die weliswaar niet zo'n diep inzicht had, maar hij was erbij. En hij was er goed bij ook. De zesde plaats Thomas, die iets wat zwaarmoediger. De man die het zomaar niet kon aannemen, maar door Gods geest waarbijt en al kostelijkste belijdenis aflegde. En dan denken wij verder aan Bartholomeus of Nathanael, de Israëliet, waarin geen bedrog was. Dan krijgen wij in de achtste plaats Matthäus of Levi, de zondaar, weggeroepen uit zijn tolhart. En dan denken wij ook nog aan een andere Jacobus, de man van de duit. En tenslotte aan Simon Zelotes en aan een andere Judas. Gemeente, daar staan ze voor ons. Bij elkaar. Er zijn allemaal verschillende mensen. Met verschillende karakters. Met verschillende levensleidingen. Maar één zijn ze. In de hartelijke liefde tot de Heer Jezus Christus. En de Heere God houdt niet van dode eenvormigheid in de gemeente, maar van een rijke veelvormigheid, maar in de diepte zijn ze alle één. Dat wordt tegenwoordig vaak vergeten. Gemeente, dat is een grondige les voor ons al. Dat we om te beginnen de mensen aanvaarden zoals ze zijn, niet zoals wij ze willen hebben, en niet zoals wij ze naar ons betroontje willen knippen, maar dat wij om te beginnen de mensen aanvaarden zoals ze zijn, opdat zij tot God bekeerd zouden worden. En naar het patroon van Christus zouden worden geknipt. Dat is iets anders. De discipelen, die waren er. En dan waren er verder de vrouwen. Dat vinden we heel gewoon, dat de vrouwen ook in de samenkomsten van de gemeente zijn. Maar dat was daar helemaal niet gewoon. U weet toch van die aparte voorhof der vrouwen? U weet toch dat de vrouw in het Oude Testament altijd iets wat achteraan staat
hoe grote plaats ze ook in het huwelijk en gezinsleven heeft. Maar ook dat gemeente is weggenomen omdat in Christus nog mannelijk, nog vrouwelijk is, maar ze alle één zijn in Christus. En hoewel de scheppingsordening niet wordt uitgewist, en hoewel in de verlossing die scheppingsorde meegaat, zodat wij de vrouw in het ambt niet erkennen. We hebben eeuwenlang de plaats en de positie van de vrouw in de gemeente verwaarloosd. Al de warmte en al de innigheid en al de teerheid en al de liefde zijn niet altijd in de eerste plaats bij de mannen te zoeken, maar bij de vrouw, die van onschatbare betekenis zijn, op haar plaats in de gemeente van Christus. En het is niet dan tot schade van de gemeente wanneer van haar rijke gaven geen gebruik wordt gemaakt. Gemeente, wat een genadeloos. Ook de vrouwen zijn tegenwoordig. Dat is nu de emancipatie, de vrijmaking in de Bijbelse zin. Dat is niet dat zij in de plaats en op de plaats van de man gaat staan, maar dat ze al haar gaven en krachten mag ontplooien naar de orde van de schepping en de verlossing. En dat is niet weinig, gemeente. En dat is in de loop der eeuwen een grote weldaad gebleken. Ten slotte wordt apart vernoemd Maria, de moeder des Heren. Voor het laatst komen wij haar naam in de Bijbel tegen. Waarschijnlijk is ze spoedig daarna de eeuwige rust ingegaan. Om zich te verlustigen niet in de zoon die zij ter wereld bracht, ook dat, maar in haar zaligmaker, waarvan ze reeds gezongen heeft als een jonge moeder. Over Jozef wordt niet meer gesproken, waarschijnlijk is hij reeds overleden. Deze Maria, die in de school van het lijden is opgewassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus, heeft verstaan het bestraffende woord: vrouw, wat heb ik met u te doen? Heeft verstaan: vrouw, zie uw zoon. Heeft boven alles, als de gezegende onder de vrouwen, het genadeloon ontvangen uit de handen van God. En dan staan gemeente helemaal aan het eind zijn broeders. We mogen wel een uitroepteken achterzetten. Er is een bekend verschil in exegese of hier moet staan broers of neven. De Rooms-Katholieke Kerk kiest voor de vertaling van neven. U weet, omdat Maria geacht werd geen kinderen meer ter wereld gebracht te hebben. Maar wanneer we de schrift onbevooroordeeld lezen, dan moeten wij zeggen: het zijn broers van de Heer Jezus Christus, die van hun oudste broer, we zagen dat laatst bij Jacobus, de broeder des Heren, uit 1 Korinthe 15, die van hun oudste broer zeiden: hij doet maar, hij gaat maar wij geloven niet in hem. Maar zie daar, gemeente, het wonder dat zijn broers er ook bij zijn. Eerst was daar een scheiding in het gezin. De een tegen de ander. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt. Dat hij niet is gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Dat in de gezinnen 2 tegen 3 en 3 tegen 2 verdeeld zullen zijn. Dat wil zeggen, de banden des bloeds die ontzaggelijk kunnen trekken, die worden tenslotte ondergeschikt gemaakt aan de banden van de genade. En een mens heeft zo'n aangeboren vijandschap, ook in de gezinnen, dat hij het op bepaalde tijden of plaatsen niet kan voor zich houden, moet hij kwijt. En gemeente, nu hebben we hier een gezin voor ons waarin al de broers zijn toegebracht. Heb je ook wel eens zo'n gezin ontmoet? Ik wel. Je zult zeggen, je komt ze niet om het andere huis tegen, dat is waar. Maar ik heb ze meegemaakt. Gezinnen waar de godsvrucht in de geslachten zat. En waar als door een wonder dan deze, dan gene weg toegebracht. Sommigen van de jeugd af, anderen op latere leeftijd.
Ik heb de ontroerende vreugde gezien bij de andere broers en zusters als er weer één geestelijk werd geboren. Of is ons dat helemaal onbekend? Weten we niet wat dat is? Gemeente, die broers van de Heer Jezus waren erbij, dat wil zeggen, de breuk was geheeld in het gezin. O gemeente, wat zijn er ook een breuken in Zoetermeer in de gezin. Van ouders soms tegen kinderen of kinderen tegen ouders, van mannen tegen vrouwen of vrouwen tegen mannen. Wat een ontzaggelijk leed wordt er geleden soms en strijd gestreden. Wat een kruisen worden er gedragen in de geslachten, in de gezinnen. O, dat wij erop letten, gemeente, dat de Heer Jezus Christus door zijn geest alleen heelt. En dat we nooit genoeg hoge gedachten kunnen hebben. Dat de Heere ze toebrengt, één voor één. Maar het wordt tijd, gemeente, dat we ons de vraag stellen, wat deden die mensen daar? We hebben gezien waar ze zaten, wie ze bijeenbracht, wie dat allemaal waren. Maar nu horen wij dat ze eendrachtig bijeen waren in het bidden en smeken. Waarom deden die mensen dat? Omdat ze zo'n leegte voelden in hun hart. Want een mens peinst er niet over om te gaan bidden of hij moet wat kwijt zijn. Dat kan in de letterlijke zin van het woord zijn, u bent uw bril kwijt of ik weet niet wat. U bent een heel belangrijk voorwerp kwijt en hoeft u heel niet voor te schamen als u nergens kunt vinden dat u voor God de knieën bakt. Maar gemeente, geestelijk is dat precies zo. U zult u zeggen, ja, maar dit waren toch christenen, die hadden toch de Heer Jezus in zijn kruis en in zijn opstanding ontmoet. Jazeker, ongetwijfeld. Maar dat wil niet zeggen dat zij de Heilige Geest als gave reeds hadden ontvangen. Integendeel, de Heer Jezus had gezegd, ontvang de Heilige Geest. En hij had op hen geblazen. Nou, dat is al heel wat. En toch, gemeente, kenden zij de persoon. De persoonlijke inwoning van Gods Geest nog niet. Die zijn er vandaag ook. We gaan Pinksteren niet overdoen, maar er zit wel een weerslag van in het hart. Er zijn ook vandaag mensen die kostelijke uren met God hebben doorgebracht. Waarvan ze zeggen, toen was de Heere me zeer nabij, soms kunnen ze er ook niks meer van zien. Toen was de Heere zo dichtbij, het is allemaal weer weggegaan. En nu gaat het niet om de gevoelige toestanden vast te spijkeren. Maar het gaat, gemeente, om het opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Hoe komt dat? Er zijn hier wel mensen die een oog gekregen hebben op de borg en zaligmaker, kostelijk, wat ze daarin doorleefd hebben. Een gekruisigd, ja, zelfs misschien een opgestaan. En toch komt er soms een tijd dat er zo'n grote leegte is. Dat praten we onszelf niet aan en elkaar niet aan, hoe nodig het onderwijs ook is. Maar daar ontstaat een leegte. En gemeente, dan wordt een mens werkzaam gemaakt. Want de geest maakt niet alleen plaats voor Christus, dat ook. Maar hij maakt ook plaats voor zichzelf. Hij houdt zich wat op de achtergrond. Maar hij gaat een vacuüm, een leegte scheppen. Juist daar waar het geloofsleven in de gekruisigde is ontstaan. Het is naar het woord van Jezus. Die zegt, de Heilige Geest zal tot u komen. En die zal woning bij u maken. En de Vader en ik zullen bij u komen wonen. Gemeente, dan gaat het dus om de volheid van Pinksteren. Om de Heilige Geest als een gave te ontvangen. En zo heeft deze vergadering gebeden om Christus komst.
Want de geest maakt wel plaats voor zichzelf, maar in dat bidden en smeken ging het hen dat zij Christus op een andere wijze zouden terugkrijgen. Daar hebben we het laatst uitvoerig over gehad, bij de catechismusprediking. De gemeente, daar hebben zij om gebeden. Dat wil dus zeggen dat de kerk voor, terwijl ze ontstond, een biedende kerk was. U hebt dat wel gelezen van bisschop Simonis uit Rotterdam, dat toen hij benoemd werd, toen zei hij: ik wil geen discussierende kerk, maar ik wil een biedende kerk. En nu kunnen we dat laten voor wat het is, maar wat die man zei was waar. Want we zijn vandaag meer praatkerk, soms ook een beetje daadkerk, maar zijn we ook een biedende kerk, een biedende gemeente. Want als het waar is, en het is waar, dat de eerste gemeente haar stootkracht, haar bloei, haar groei ontleende aan de uitstorting van de Heilige Geest op het gebed van 120 mensen. Wel gemeente, dan moeten wij niet denken dat we als gemeente op de been blijven, zonder dat er weinigen of meerderen zijn die aan in dat gebed zijn ingezet. Zijn wij een gebedsgemeenschap, gemeente? Dat wordt soms gevoeld, te gebeden wordt. Soms denk je wel eens, waar is het? Daar moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn. Maar dan moet ieder maar de hand in eigen boezem steken. Zijn wij een gebedsgemeenschap? Want gemeente, waar het gebed vermindert, daar gaat alles eruit. Al lopen de mensen van de morgen tot de aarde. Ik sprak laatst een dominee die zei, sinds de reformatie, ik laat dat voor zijn rekening, maar hij zei, sinds de reformatie is er nog nooit zo hard gewerkt als nu. En? Het breekt allemaal bij onze handen af. Dat is even een erkentenis, maar dat is dan ook, gemeente, een dikke streep hier onder dit woord. Een gebedsgemeenschap. En dat is niet alleen aan het begin zo, want er zijn een heleboel mensen die denken dat het evangelie verkregen wordt onder veel gebed en tranen, en dat is waar. Maar dan denken ze dat ze geestelijk kunnen gaan rentenieren. Zeggen, nee, maar het zit nou wel snor. Het zit nou wel goed. Maar gemeente, dan begint het pas. Het was te wensen dat we in Zoetermeer net zoveel gebeden hadden voor elkander als toen we samen begonnen. Is dat nog zo? Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik vraag het maar. Is dat zo? Gaan we zo met elkaar op reis? Zo aan de troon der genade. Gemeente, ook toen waren er mensen ziek. Ook toen waren er mensen eenzaam. Ook toen waren er ordinaire familieruzies. Ook toen stonden er huwelijken op het springen, maar ze gingen nergens heen. Waarom niet? Omdat ze van de Heer Jezus de opdracht hadden gekregen niets te doen voordat de Heilige Geest was uitgestort. Meent u, dat is wat. Dat moet u en mij ervan doordringen. Hoe noodzakelijk de Heilige Geest is in de raderen van de prediking, van de zielzorg, van het huisbezoek en van het onderwijs op de scholen en niet te vergeten in de gezin. Een gemeente, op grond waarvan pleiten zij? Heel duidelijk op de toezegging van Christus. Van de belofte die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Dus niet de drassige bodem van hun gevoelens, maar de rotsvaste grond van de belofte Gods. Dat was hun pleitgrond. En wat luidde, hoe luidde die belofte? Ik kom. Dat is eigenlijk de centrale belofte in Gods woord. Ik kom. Eén doorlopend komen van God tot deze wereld in allerlei daden,
meest ingrijpen in de vleeswording, in de opstanding, in de uitstorting van de Heilige Geest. Meente, dat zijn mensen die bidden om zelf vervuld te worden met de Geest voor God en voor de anderen. Het is geen stilstaand vijvertje, het is niet een gezelschap dat alleen in zichzelf besloten is, maar een instrumentarium van God waarmee hij een greep gaat doen op Israël, op Samaria, op de volkeren. Dat is wat. De gemeente bestaat in de eerste plaats voor God, voor Christus, voor de Geest. En in de tweede plaats, gemeente, bestaat de gemeente in de opdracht in deze wereld. Dat moeten we niet omkeren. Daar hebben we het op Hemelvaartsdag over gehad. En nu zegt de Heer Jezus, gij zult mijn getuigen zijn. Een getuigen zijn, gemeente, wil zeggen gedoopt worden in het bloed en in de Geest van Christus. En daarom mogen de zonderschoolonderwijzers en onderwijzeressen, mensen die in de jeugdverenigingen zitten en niet te vergeten de vaders en moeders, om maar te zwijgen van de ouderlingen, diakenen en predikanten, de kerkvolken en de roetabelen zo hartelijk vragen dat een hele instrumentarium van onze gemeente gedoopt wordt in het bloed en de Geest van Christus. Gij zult mijn getuige zijn. Daar brengen wij niks van terecht, gemeente, tenzij wij worden aangedaan met kracht uit de hoogte. Want God leert een mens altijd twee dingen: dat met onze kracht niets gedaan is, maar dat welzalig hij is die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Dus hebben wij geen voeten om naar de ellendige te gaan, daar hebben we er ook geen zin in. Anders hebben wij geen handen die zich naar de ellendige uitstrekken, hebben we geen ogen om ze te zien en geen oren om te horen, maar is het allemaal om onszelf. Gemeente, het ging dus in dit gebed om de prediking van het evangelie. Want niet zodra is de Geest uitgestort of Petrus gaat preken, dat de spanen eraf vliegen. Dat wil zeggen, geest en prediking, die grijpen diep in elkaar, die kunnen niet zonder elkaar. Want de Geest werkt door de prediking en de prediking is door zonder de Geest. Wat een wonder, gemeente, dat het ze ging om de prediking van het woord, om de ambtelijke dienst van het evangelie. En daarom is het nooit uit de tijd om met dat evangelie naar de mensen te gaan. Gemeente, is dat biedend pleiten voor de voortgang van het woord, voor het overdragen van het woord van geslacht tot geslacht onder ons. Deze mensen baden 10 dagen lang. Oh ja, u moet niet denken dat die mensen niet aten en dronken, en dat ze niet sliepen en opstonden, en dat ze ook niet met andere dingen bezig waren, maar hun ziel was één gebed. Daar staat in de Bijbel een wonderlijke tekst, daar staat: bid zonder ophouden. Nou, zegt iemand, hoe kan dat nou? Ik moet toch mijn werk doen? Ik moet toch op tijd op school zijn? Och, dat weet de Heere God veel beter dan wij. Maar het gaat er niet om dat u de hele dag op de knieën ligt, maar het gaat erom dat u een biddende ziel ronddraagt, dat u een biddend hart hebt en dat u met God spreekt. Dat kan in de auto. En dat kan voor de klas. En dat kan op het kantoor. En dat kan als op de boerderij zijn of waar u ook maar bent. 10 dagen, gemeente. Dat wil zeggen, wanneer Petrus uitgebeden was, dan begon Jacobus. En als Jacobus uitgebeden was, dan begon Johannes. Gemeente, die vonk sprong over. Dat kun je niet maken. Maar dat werkt God. En dat kan soms in een gemeente, in een kleine kring zijn, dat het vuur overspringt. Hebben ze elkaar nodig, gaan elkaar opzoeken.
En dan zitten ze niet de zaak te beroddelen, maar dan wordt er zo ontzaggelijk indringend gebeden. Want er is nog de vraag, gemeente, wie de gemeente regeert, als het aan mensen toekomt. Dat Christus een instrumentarium in de ambten uiteraard, maar ook, niet te vergeten, onderschat ze niet, die God daartoe verwaardigt, die de dienst des woords op ter ziel dragen. Gemeente, 10 uren, hebt u wel eens 10 uur gebeden? Nou, we zullen muis terugbrengen tot 10 minuten. Maar laten we nou eens eerlijk zijn, gemeente. Ook wanneer onze gebeden uitlopen, dat mag wel eens een keer. Hebt u wel eens een gebed gehad dat u dacht, hé, het is net alsof er iedere keer wat nieuws opkomt golven? Dat kan. Maar laten we nou eerlijk zijn, gemeente. Van afkomst kunnen we onze gedachten nog geen 5 minuten bij God houden. Zo dood zijn we. Zo verschrikkelijk dood. Graven we als molen in de grond. Zijn we bezig, we hebben altijd druk. Godzalig man schreef eens. Als ik me afzonder voor de Heer, dan maakt de duivel me altijd wijs dat ik net iets moet doen wat beslist moet gebeuren en anders is mijn kans voorbij. Houd hem in de gaten. Die vader der leugenen. Zijn moeder de knieën wil buigen en ze denkt, heb ik nou het gas uitgedraaid, ja of nee? En vult u zelf maar in. We hebben alles tegen, gemeente. In onszelf. In de duivel. De wereld. Gemeente, 10 dagen gebeden. Wij zeggen 8 uur werken. Liefst nog een beetje korter. 8 uur slapen. Of een beetje korter. En 8 uur ontspannen. Zo. Mag ik nou eens vragen, hoe lang bidt u per dag? Moet u nou eerlijk vandaag eens gaan inventariseren hoe lang u nou per dag bidt? Dan zit u niet in de lengte, zegt iemand, dat weet ik ook wel. Maar zeker ook niet in de kortheid. En zeker niet in de vormelijkheid en de prevalementmakerij. Hoe lang bidt u eigenlijk? Voor uw gezin. En voor uw werk. Moet eens ernstig zelfonderzoek naar instellen. 10 dagen gebeden, gemeente. O, wat een uitblussen van de geest in de gemeente. Wat een smart en aandoen in ons leven. Wat een tegenstaak. Gemeente, de Heere wil erom gebeden zijn. Ze deden het eendrachtig. Ze hadden wel eens wat met elkaar. Dat weet u ook wel. Ze hadden meermalen ruzie met elkaar gehad. Komt in de gemeente ook voor. Mensen elkaar niet altijd best mogen. Elkaar niet liggen. En niet tot een hartelijke verzoening bereid zijn. Het is een schande. Want wie zijn wij, aardwormen die wij zijn van afkomst. Maar er was in de discipelenkring van de Heer Jezus ook wel eens wat. Maar dat werd opgeruimd. En weet u hoe dat opgeruimd werd? Als de Heer Jezus zich onder hun voeten boog. Wie de minste is, in het koninkrijk Gods is de meest. Wie op zijn troon gaat zitten, die stoot God eraf. Gemeente eendrachtig. 1 in hem. En zij baden, gemeente, voor Jeruzalem de bloedstad. Nou, zegt iemand, daar hoef je niet meer voor te bidden, want dat is afgelopen. Jeruzalem staat op de lijst om verwoest te worden. Het is net alsof die apostelen bidden en die hele gemeenschap van 120 mensen, Heer Jezus Christus, voordat gij het gericht over de bloedstad voltrekt, zoals gij dat aangekondigd hebt, haal er nog velen uit. Is dat bij ons ook zo? Als wij zien dat alle kerken zinken, alle instituten, voor zover ze zich niet houden aan het woord Gods, worden opgeruimd, is daar meedogen in onze ziel. Dan zeggen, Heere, haalt ervoor dat gij met uw gerichten komt om de hele zaak plat te slaan, nog zoveel mogelijk uit. En ze zeiden niet, daar hebben we geen gebed voor.
Maar de Heer Jezus had gezegd, Jeruzalem, de bloedstort. Dat zijn de vijanden die Christus gedood hebben. Dat zijn vandaag de vijanden van de verkondiging van het evangelie. De afbrekers van de kerk, de slopers, hebben daar gebed voor. Gemeente, ieder steken maar zijn hand in eigen boezem. En dat niet om deze mensen te laten voortgaan op hun verkeerde weg, maar opdat ze bekeerd zouden worden. En dat gebeurt, want er werden priesters later het geloof gehoorzaam. Gemeente, zij moesten bidden voor het orthodoxe Jeruzalem. Dat zo orthodox was dat ze Jezus aan het kruis sloegen. Dat gebeurt vandaag ook. We kunnen zo orthodox zijn dat we de Heer Jezus aan het kruis slaan. Dat is overal het geval waar we dood orthodox zijn. Geen leven aan onze ziel kent. De tweede plaats baden zij voor Samaria. Dat was niet ver. Dat waren die halven. Mensen waar Jeruzalem zo'n beetje op neerkeken zijn, nou ja. Ze zijn er, maar moet je erbij. Ze hadden gemeente nog wel een traditioneel godsdienstige afkomst, daar wisten ze nog wel wat van, maar ze hadden nog veel meer heidense invloeden. Nou, daar hebt u ze gemeente, de randkerkelijke, de buitenkerkelijke, noem ze maar op. Mensen die nog gedoopt zijn, soms belijdenis hebben gedaan, of uit hervormde ouders stammen, of waar ze ook maar vandaan komen, soms weten ze er niets meer van, soms nog een heel klein beetje. Bidden wij daarvoor? We hebben een evangelist benoemd. We zeggen, nou laat die man het maar opknappen. Als dat zou gebeuren, gemeente, dan zou dat de grootste misdaad jegens die man zijn. Bidden wij voor dat werk? Voor die mensen die zich geven ook om de flats op en af te gaan? En ook de laagbouw? Om ze, ik weet niet op welke manier, te bereiken en voor de dienst des Heren te winnen? Voor Samaria, jawel. En voor de heiden. Dat zijn de volkeren. Gemeente, wat heeft God een wereldomspannend werk. Hij begint bij het begin. Hij zet voort, schrijft door de rand tot de volkeren, tot de heidenen, opdat zij zouden komen. Het is me niet gebeurd, gemeente, als wij zendelingen wegsturen. Want dat deden de Joden ook. En de Heer Jezus zegt dat ze zending dreven tegen de klippen op. En als ze een bekeerling gemaakt hadden, dan maakten zij hem tot een kind der hel. Twee keer erger dan ze zelf waren. Vrees. Kan dat? Jazeker, dat kan. Want de Joden ijverden zeer ook in het buitenland om proselieten te maken. Maar ze leerden niet de bekering tot God, maar tot hun riten, tot hun gewoonten, tot hun gebruiken. Gemeente, dat is een tere zaak, die zending. Het is er maar niet mee gebeurd dat u volgende week eens 1000 gulden geeft, want dat mag gerust. Of 500 of 100, of als u niet meer missen kan, een tientje of 25 gulden, want gemeente, wie kan nog een tientje missen? Maar goed, dat laat ik aan u over. Daar is niet mee gebeurd. En ook niet dat we zondags op de kansel steeds vragen voor die mensen. Dat is nodig. Maar gemeente, dat we ook toezien dat er ook de boodschap van het evangelie wordt gebracht. Dat is een verantwoordelijkheid. Maar desniettemin, gemeente, staat hier. En de volkeren tot aan de einden van de aarde. Gemeente, daar zei zijn vrouw tegen mij, toen ik stilgezet werd op de weg, op de verkeerde weg, toen had ik zo vreselijk veel met mezelf te doen, ik bad voor niemand anders dan voor mijn arme ziel. Nou, dat is te verstaan. Maar ze zegt, naarmate God me onderwees, moest ik allemaal meer bidden voor mijn man en voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. En voor de dominee en voor de ouderlingen en de diaken en voor de gemeente en noem alles maar op. En ze zegt, weet u waar ik nou het meeste schuld aan heb? Dat is het bidden voor Israël. Wat bidden we toch weinig voor het volk Israël?
aan wie God zijn belofte heeft gegeven dat het eenmaal buigen zou voor zijn naam, wat bidden we weinig voor de heidenen. Ik sprak 20 jaar geleden een zendeling, die kwam uit Indonesië terug en die had 4-5 keer gekerkt in Nederland. En de man die stond zowat met de tranen in zijn ogen, hij zegt: ik heb niet één dienst meegemaakt waarin uitdrukkelijk werd gebeden voor de arbeid der zenden. Is het geen schande? We moesten ons toch onder de tafel schamen, gemeente. Als we dat lezen, hoe deze mensen op grond van de belofte Gods vragen, voor Jeruzalem, voor Samaria, voor de heidenen, tot aan de einden van de aarde. Gemeente, naarmate een mens zich meer en meer mag kwijtraken aan God, anders gezegd, minder in de war hoeft te zitten over zichzelf, naar die mate is hij ook bezig met de anderen. Zo worstelt de kerk. Horen wij er ook bij, gemeente, bij die kerk? Of graven wij, zoals gezegd, elke dag in de grond? Kruipen als mollen rond, blind, zonder enig gevoel voor God en zijn koninkrijk en zijn dienst. Dat is een vreselijke zaak. Ernstige zaak. Tegen te waarschuwen. Kan er op te wekken. Ontwaakt uit die doodslaap der zon. Gehoort de stem van de Zoon van God. Want anders zullen de heidenen u voorgaan in het koninkrijk Gods. En gij als kind des verbonds worden uitgeworpen. Gemeente, wij mogen bidden. De Heilige Geest leert het. En hij alleen. Wij worden er wel toe geroepen. Gemeente, wij mogen ook danken. Want de Heilige Geest wil niet alleen gesmeekt zijn, maar ook gedankt zijn. Want het zou bitter ondankbaar zijn, wanneer wij God niet voor zijn kostelijke gaven die hij nog schenkt, ook vandaag, niet van harte zouden danken. Want God wil zijn Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem zonder ophoud, met hartelijk zuchten, daarom bidden en daarvoor danken. Amen. Wij zingen samen, gemeente, uit Psalm 143, vers 1, 6 en 10. Psalm 143, vers 1, 6 en 10.
Laat ons samen danken, gemeente. Geprezen zij uw naam, Heere, dat wij vanmorgen het Pinksteradvent van de eerste christelijke gemeente mochten overdenken. Tot onze bescherming. Tot onze onderwijzing. Tot onze vermaning en opwekking. Omdat gij, sinds gij uw geest hebt uitgestort in het hart van de gemeente, gij nooit meer geheel gescheiden zijt. We mogen u zo hartelijk bidden dat gij alle verstopte kanalen in ons en buiten ons wilt wegnemen. En dat we niet anders willen zijn dan een instrumentarium van de Heilige Geest, die zichzelf afschrijft en tegelijkertijd in die wondere kracht van de Heilige Geest, in het krachtenveld van de Geest worden ingezet. O Heere, wil ons dat allemaal geven. We zien zulke arme tobbers in onszelf, de vaders en de moeders in de gezinnen, bij de opvoeding van de kinderen en alle mensen die betrokken zijn bij het onderwijs. Allen die een ambt dragen. En wil gij geven dat ook onze gemeente iets uitstraalt naar buiten. En dat gij al wat dood is wilt levend maken. Al wat gekneusd is wilt helen. Al wat zwak is wilt sterken. Al wat vereenzaamd is in de gemeenschap wilt stellen. En laat het woord zo zijn veelvuldige uitwerking hebben aan de harten, door de krachtdadige werking van uw Heilige Geest. Geef ons lust en opgewektheid om ons te schikken naar de orde, ook wanneer een dienaar des woords door een andere dienst iets later begint, dat niemand zich daardoor verontschuldigen, maar we vaardig zijn in het horen en bewaren van uw woord. Neem onze dankzegging aan voor al de zegeningen dat als de Geest de prediking stelt. Dat uw voornaamste werk is, de prediking. En dat gij die prediking doet druppen van het bloed en de Geest van Christus. Werk dat uit in de harten van de jongens en meisjes en verhoor ons gebed. Neem onze dankzegging aan in Christus naam. Amen. Wij zingen Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Psalm 27, vers 7.
Raf dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen. Alles.